De dodende kracht van de zee. Dat is een beeld dat vandaag centraal staat in de lezingen van de zondag. Water wordt gezien als een van de belangrijkste manieren waarop God het leven mogelijk maakt. Hij zet het water opzij en dan komt er land. En daarop kunnen dan gewassen groeien en daarop kan de mens overleven. In het boek Job verwijst God naar die scheppingskracht. En in het Evangelie zien we hoe Jezus die scheppingskracht vertaalt in het stillen van de storm. Zwijg, zegt Jezus, stil en wind en golven gaan liggen. In Jezus komt de scheppingskracht van God terug tot leven. Welke heiligen zullen we daaraan verbinden? Misschien de patroonheilige van de zeelieden. Weet jij wie dat is? Een beetje verrassend misschien. Het is niemand minder dan Sinterklaas. Nicolaas van Myra was bischop in een stadje dat vandaag in Turkije zou liggen. En uh, hij was dat aan het begin van de vierde eeuw. Er wordt zelfs gezegd dat. Bischop Nicolaas van Mira aanwezig was op het zo belangrijke concilie van Nicea in 325. Hij was bekend om zijn goedhartigheid, zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheidsgevoel ook en zijn vergevingskracht. En zelfs toen hij nog leefde, werd hij daarvoor echt vereerd. Hij was geweldig geliefd en mensen keken naar hem op en zagen in hem een voorbeeld van christelijk leven. Als hij stierf, werd hij onmiddellijk vereerd als een heilige, in Myra zelf. Er werd een kerk gebouwd voor hem, die later een basiliek werd. Als dan vele eeuwen later dat gebied in handen van de moslims terechtkwam, vreesde men voor het schenden van zijn graf en heeft men zijn stoffelijke resten overgebracht naar Bari. Nicolaas. Kan je vereren in de centrale basiliek in Bari in Italië, niet in Spanje. Hoe komt het dat hij eh, patroonheilige is geworden van de zeelieden? Wel, er zijn heel veel verhalen over Nicolaas van Myra. Je kan niet zeggen welke daarvan nu juist historisch zijn en in, en in welke hoeveelheid dat die historisch zijn. Maar het zegt wel iets over wie hij was of hoe hij heeft doorgewerkt in de geschiedenis. En dus een van die verhalen is dat zeelieden op een bepaald moment in een storm terechtkwamen en vreesden voor hun leven en zich richtten tot Nicolaas. Die was daar niet bij, maar toch baden ze uh, uh, om hulp bij Nicolaas van Myra. En wat gebeurde er? De wind ging liggen en de golven gingen liggen. Het was alsof de levens- en scheppingskracht van Jezus opnieuw gerealiseerd werd, maar dan dankzij de spirituele kracht van Nicolaas van Myra. Sindsdien is hij patroonheilige van alle zeelieden die in gevaar komen. En waar komt dan ons beeld vandaan van de goedheilige Sinterklaas? Wel, een van de vertellingen is. Dat um, een man drie dochters had, een heel arme man. En De zorg was om ervoor te zorgen dat die, um, die dochters een goede echtgenoot zouden vinden. Maar daar had je een bruidschat voor nodig. En zonder fatsoenlijke bruidschat um, liepen die dochters gevaar om in de slavernij terecht te komen. Maar de man had niets. En toen de oudste dochter de leeftijd had bereikt om uitgehuwelijk te worden, vreesde hij dus dat ze op de slavenmarkt zou terechtkomen. Maar opeens lag er een buideltje goud in huis. Ik wist niet waar het vandaan kwam, maar het was voldoende voor fatsoenlijke bruidschat. Hetzelfde gebeurde bij de tweede dochter. En toen de jongste dochter de huwbare leeftijd had bereikt, dacht hij: ja, nu wil ik toch weten wie zorg draagt voor mij en mijn dochters. En hij achtervolgde de weldoener, en het bleek Nicolaas van Mira, die dus drie keer een bundeltje goud, een buideltje goud, door het raam in het huis van de arme man had gegooid. Het verhaal gaat dat dat buideltje altijd terechtkwam in de schoen van de dochter over wie het ging. Vandaar dat uh, op 6 december er wel eens een en ander in een schoentje ligt en dat dat door de mandarijntjes een beetje de vorm heeft van zo'n buideltje of dat het gaat over chocolademunten in een gouden papier gewikkeld. Daar komt ons verhaaltje vandaan. Maar wat voor ons op dit moment belangrijker is dat er mensen bestaan in de geschiedenis van onze kerk in wie de ongelooflijke scheppingskracht van Christus weer tot leven is gekomen. Bijvoorbeeld Sint-Nicolaas van Myra, zoals hij hier afgebeeld staat op het grote raam van de kunsten, als patroonheilige van de zeelieden.